kijken naar een nieuwe video en in deze video gaan jullie onze dag bepalen. Vandaag gaan jullie onze dag bepalen wat we gaan ontbijten, waar we heen gaan, wat we gaan doen vandaag, alles gewoon. En hoe gaan we dat doen? Ik maak elke keer een Insta-story met een poll waarin ik jullie vraag wat we moeten gaan doen. En aan de hand daarvan gaan wij onze dag leven. Ja. Potjandori zegt. Wat heb ik hier zin in? De eerste vraag is, wat moeten wij gaan ontbijten? En je kan kiezen tussen pancakes, yoghurt, een broodje of één ei. Kijken wat jullie gaan kiezen. Oké, jongens, ik heb dus alles op mijn Insta-story gezet. Dus als je me nog niet volgt, doe dat dan eventjes. Vincent Visser, _. Maar we gaan eventjes kijken wat de tussenstand is geworden, jongens. Oké, L, het is heel duidelijk. 68% zegt pancakes. Yes! Ik ben nog eventjes bezig met editen, dus Ella die gaat eventjes pancakes halen. Ik ga even naar de supermarkt om de pancakes te halen. En daar is het dan. Het ontbijtje, de pancakes. Het is echt totaal niet gezond, maar het is wel lekker. Huh? Wat verwacht je nou van vandaag? Het is echt totaal niet gezond, maar het is wel echt lekker. En weet je wat ook lekker is, jongens? Het weertje vandaag. Kijk eens eventjes. Ik word er zo blij van, hè, jongens. Ik was vanochtend lekker mijn koffertje aan het drinken. En dan sta ik hier zo in de opening van het raam. En dan voel ik zo lekker die zonnestralen. Heerlijk. Wat zeg je? Koude wind ook vooral. Nou, jeetje, ik doe hem even dicht, hoor. Even lekker ontbijten. Ik had aan jullie gevraagd of met Danny lunchen of met Danny gaan wandelen in Amsterdam. En jullie hebben allemaal gezegd met Danny lunchen. Dus let's go richting Amsterdam. Oh jongens, we gaan lunchen. We zitten dus nu in de auto en we gaan naar Van Dam. En eigenlijk is dat eigenlijk altijd het vaste plekje waar we altijd gaan lunchen. Het is gewoon heel chill. Amsterdam-Zuid. Amsterdam-Zuid. Kan er leuke auto's kijken, leuke mensen kijken. Maar goed, Eldie had geen zin om te lunchen. Eldie wilde liever gaan wandelen. Had je ook zelf gestemd op de poll, ik ga wandelen? Ik had ook vanochtend al gestemd pancakes. Eigenlijk bepaal jij gewoon je eigen dag. Ja. Ik wilde eigenlijk geen pancakes, dus dat is al wel echt bepaald. Ik had helemaal geen zin in pancakes. Ik wilde eigenlijk niet lunchen. Ja, dus eigenlijk zie je, dus nu staan we kiet. We staan kiet. Oh nee. We staan nu kiet. We zijn er bijna, jongens, en ik word helemaal vrolijk van dit blauwe luchtje. Nou, wel gezellig, Dan. Mensen hebben gekozen om met jou te gaan lunchen, Dan. Ja, zo'n probleem. Lekker, hè? Ik ga gewoon echt naar gekke prijs. Weer, de wind, koud. We zitten hier zeg maar net niet in het zonnetje, jongens, en het waait een beetje, dus het is best pittig koud. Kijk eens even, hé. Dan, heb je het koud? Nee, maat. Wat leuk, hè, hier. Ja, dat is helemaal mijn ding. Hè? Helemaal mijn ding. Danny die ging eventjes winkelen, dus we zijn nu in de Dior winkel. Ik ga hier geen polletje doen, want dan worden we niet vrolijk. We zitten nu weer in de auto en we waren net eventjes nog in de PC geweest, want Danny ging even winkelen. Alleen Ella die komt nu met een pol, of zeg maar met iets wat we zouden kunnen doen. Zij het meer een beetje als grapje. We kunnen op Insta een story maken waarin we vragen of we een tattoo moeten gaan zetten. Ik heb nog nergens tattoos, hè, dus dat wordt, voor mij dan de eerste keer dat ik een tattoo zet. Ik weet echt niet of het slim is. Aan de ene kant denk ik fuck it, en aan de andere kant denk ik nee, dit moeten we niet doen, dit is dom. Ja, mij maakt niet want ik weet zeker dat als ik nu een poll zet, tattoo of geen tattoo, wordt het sowieso een tattoo zetten. Trekken, ja. Maar dan is ook weer de vraag, wat moet ik zetten? Ik heb oprecht geen idee wat ik dan moet neerzetten. Niet dat lelijke gebergte wat jij hoor. Ja, ik weet het. Vroeger heb ik nog wel een tijdje getwijfeld over tattoo, dat ik hier op mijn arm wilde. Maar ik dacht toch van nee, dat is niks voor mij. Ja, meer ik weet al wat ik wil, maar ik weet niet waar ik het wil. Wat zou je willen dan? Ik wil de A. De A? Ja. Waarom? Speciaal betekenis. Hey! Lieve mensen! Hey. Ella en ik hadden net een heel leuk idee, maar ook slecht tegelijk. Zal ik op mijn Insta zetten, zal ik een tattoo nemen, ja of nee? Nee. Zou je doen? Ja. Dan wordt het 100% ja. Ja, sowieso. Ik zou niet doen. Maar weet je wat je zou willen zetten? Nee. Maar stel, het is echt zoiets kleins. Mag ik dan kiezen? Zeg je? Mag ik dan ook kiezen? Nee. Ik mag zelf kiezen, maar dan is het meer de vraag, moet ik een tattoo nemen, ja of nee? En ik mag zelf kiezen waar het is, hoe groot die is. Ik merk dat iedereen enthousiast is. Ja, ik zeg ja, maar Ruud zegt nee. Nee. Maar gewoon echt een kleintje ergens gewoon. Heel klein. Als je het wil, goeie. Ja. Vroeger wilde ik wel altijd een tattoo. Wilde ik zo, zeg maar hier zo, hier op mijn arm. Waar is Dennert? Dennert? Die is naar huis. Oh,
Oh, dat kan niet meer. Nee. Is hij klaar? Zei hij tegen jou dat hij... Nee, ik dacht dat jij zette de verkoning zo aan. Ik dacht nee, hij was moe. Hij was gisteren uit geweest, dus hij was helemaal kapot. Maar goed, misschien dat ik ook eventjes een poll online moet gooien of ik wel met jullie ga chillen ook. Nou goed, kijk, ik vind het heel gezellig dat jullie hier zijn ook. Want het is natuurlijk Ruben Moti natuurlijk ook. Maar ik weet niet zo goed of we met hun willen chillen. Misschien moet het even aan de volgers vragen. Ja, vraag. Misschien, ik ga even een story maken. Moeten ze met Ruben en Annemar chillen, ja of nee? Oké, jongens, volgende keuze. Moeten Ella en ik samen gaan chillen? Of gaan we samen met Ruben en Annemar ook chillen? Laat maar even weten. Nou jongens, ik hoop voor jullie dat we samen gaan chillen. Zou wel heel gezellig zijn. Ik denk het ook. Zou wel lief zijn. Nou jongens, de story staat online. En hij heeft 69% wilt dat wij samen met jullie ook gaan chillen, jongens. Hè? En hij staat maar 5 minuten online. Maar als het zeg maar al zo snel gaat, dan... Kan niet kloppen. Maar nu is de vraag... Willen wij met jullie wat doen? Dat is ook een goede vraag. Maar nu is de vraag, wat gaan we doen? Je moet ook nog een poll voor doen. Waar hebben we zin in? We kunnen gaan golfen misschien. Ja, ik wil golfen. We kunnen gaan golfen. Maar wat is een andere optie die we kunnen doen? Ik weet een goede. Of we gaan naar de bioscoop. Of we gaan golfen. Oké. Ik ga eventjes een story maken. Vraag het ze. Oké, hij staat er nog geen 5 minuten op. Maar het gaat al... het is al redelijk duidelijk dat jullie eigenlijk ook willen chillen met Ruben en Amber. En nu is de vraag, wat moeten we gaan doen? Gaan we golfen? Of gaan we... Bioscoop? Naar de bioscoop. Was leuker. Oké, jongens, de story staat online, dus we gaan nu eventjes wachten. En dan gaan we kijken wat jullie hebben gekozen. Of golfen, of gezellig met z'n allen naar de bioscoop. Volgende story. Of wij gingen golfen of naar de bioscoop gingen. 17 minuten geleden geüpload. En 53% stemt voor... Golfen! Yay! Let's go naar de golfbaan! Aangezien we gaan golfen, moet ik natuurlijk wel een beetje een mooie, nette golfoutfit aan. Dus kijk eens even, ik heb een lekker polootje aan van Lacoste en een jasje van Lacoste. Ik vind het een geslaagde golfoutfit, al zeg ik het zelf. Hoe zie ik eruit? Ik ben echt een golfer. Normaal. Waanzinnig. Gast! Hey! Gozer! Gozer? Gozer! Ja, we gaan. Kijk. Gelukkig hadden we nog golfclubs en we hebben een Uber. Kijk eens eventjes jongens, beter kan gewoon niet, Ruud. Potjadori. Huh? Ja, het is echt perfect weer. Golden hour. We hebben balletjes gehaald, dus we gaan lekker rammen. El, kan je golfen? Jezus, David. Hey, ik heb een extra balletje. Nou jongens, dit wordt leuk. Wat zeg je? Hoor. Ja, dat zijn mensen die heel hard slaan, zoals ik. Kan je slaan? Ja, is goed. Ja. Kom op, El. Dit is best wel zwaar. Dit kan jij. Kijk goed, kijk. Zwaar. Goed naar de bal kijken. Ja, ik sta niet stabiel. Leg hem anders even op de grond, want dit is moeilijker. En dan helemaal af. Ja. Jezus, El. Nou, lastig hoor, niet te raken dan wel. Deze is raar. Oh. Nou, ik ga ook even een leuke club zoeken. Ja. Door het tegenlicht zie je de banden. Goed, deze is voor jou. Sorry. Zo, toch? Ja. Beetje door je knieën. Knieën. Focus op de bal. Ja. Ja, die was goed. Maar wat is die ook? Ja, daar. Ja, het is heel moeilijk door die zon, jongens. Het ziet er heel mooi uit, maar je ziet het niet goed. Ja, het is ook goed. Gozer, weet je hoe ze mij ook wil noemen? Tiger Woods. Ik sla hem gewoon altijd zo fantastisch. Ja, zeg maar... Zo gaat het gewoon, de golfbaan, weet je? Maar goed, hey. Ruben Kit. Die was echt heel slecht. Die was echt heel slecht. Ja. Mooie bal, gozer. Ja, die was goed. Wel bijna op het karretje wat daar rijdt. Kijk eens jongens, het zonnetje is alweer bijna onder. En we hebben lekker gegolfd. Jongens, ik vond het een goede beslissing. Ik had niet in de bioscoop willen zitten op dit moment eigenlijk. Nou, bedankt. Ja, bedankt volgers. Ah, ik vind het eigenlijk wel leuk dat jullie mijn dag eigenlijk bepalen. Hoe ging het golfen? Ik moet nog even leren, maar prima. Yay!
Het is tijd om te gaan. Let's go, terug naar huis. Wij willen zo gaan eten. Ik heb geen zin om te koken. Eigenlijk heeft niemand zin om te koken. Dus nu is de vraag, wie moet er gaan koken? Ik ga even een Insta-story maken. En dan gaan we kijken wat het antwoord wordt. En een kwartier later is dit de uitslag. 65% stemt voor Ruben. We hadden al gelukkig boodschappen gedaan. En Ruben, je bent lekker aan het koken, jongen. Mensen willen jou zien koken, niet mij. Ja, snap ik. Misschien heeft dat een bepaalde reden, want ze weten dat als ik ga koken, dat het misschien of niet lekker wordt. En ik kook eigenlijk niet zo vaak. Wij zijn lief voor ons eigenlijk, hè? Ja, wij hebben echt, ik vind dat een leuke dag hebben. Dus ik denk dat jullie een hele goede keuze hebben gemaakt. Ruben, wat ben jij aan het maken? Een orzo met garnalen en groene asperges. Een orzo met garnalen en groene en asperges. Ziet er lekker uit en klinkt goed. Nou, ik ben benieuwd. We hebben ook een lekker wijntje gehaald, jongens. Dus we gaan gezellig eten met z'n allen. Lekker wijntje erbij. Oh. Een pasta met... Heb je genoeg? Nee, dit is geen pasta. Dit is... Orzo. Ja, een soort pasta. Orzo. Met garnalen, jongens. Heerlijk. Smakelijk. Goed gekookt, Ruud. We gaan gezellig 30 seconds spelen en we zitten nog lekker aan een wijntje. En ik zei het net ook al tegen Ruud, maar wij hebben dus nu twee avonden achter elkaar eigenlijk lekkere wijn gekocht. Ja, heel lekker. Maar meestal doen we dat dus niet. Maar ja, ik vind zelf vind ik wijn echt heel erg lekker. En helemaal als je gewoon een goed wijntje haalt. Ik voel me echt een soort van... ik voel me echt zo'n volwassen, hè, zo'n volwassen dat samen daten, even lekker een wijntje. Ja, maar, snap je, echt zo'n oude stel wat dan bij elkaar gaat eten en dan een lekker wijntje drinken. Mooi flesje wijn erbij. Maar het is wel gezellig, jongens. Kijk, lekker zo en dan gaan we lekker 30 seconds spelen, hè? Dat was hem weer, jongens. Wij hebben lekker gegeten en wij gaan nu allemaal lekker ons bedje in. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video en bedankt voor al jullie reacties op Insta. En volgende keer gaan we het nog een keer doen, dus volg me eventjes op Insta, want dan kan jij volgende keer ook mijn dag bepalen. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video en ik zie je morgen om 6 uur bij weer een nieuwe video. Later!